Het cijferseizoen is weer in volle gang en vandaag leggen we de liniaal vanuit een technisch oogpunt langs twee aandelen die vandaag en gisteren met cijfers gekomen zijn. Laten we beginnen met Wolters Kluwer. Als we de grafiek kijken van Wolters Kluwer, dan zien we dat Wolters in de afgelopen maanden een schitterende performance heeft laten zien. Beleggers in het aandeel vanaf halverwege dit jaar tot en met nu hebben een hele leuke rit kunnen maken. Echter, technisch gezien zien we op dit moment toch wel wat aantekeningen in de grafiek die erop duiden dat voorzichtigheid en terughoudendheid in het fonds op zijn plaats zijn. Sterker, wij denken dat de sterke performance van de afgelopen maanden aan de vooravond staat van een correctie. U ziet dat ik in de grafiek een opwaarts stijgende trend heb getekend. Een aantal weken geleden is die trend neerwaarts doorbroken en in de afgelopen paar dagen, de afgelopen anderhalf, twee weken, zien we toch weer wat herstel in de koers. Echter, vanuit technisch oogpunt mag deze herstelbeweging niet anders gezien worden dan een terugtest, zoals dat zo vaak binnen de technische analyse plaatsvindt, op de voormalige steunlijn. En u ziet dat die voormalige steunlijn nu als weerstand is gaan fungeren. Met de cijfers gisteren en ook met de koers van ontwikkeling van hedenochtend zien we de koers alweer wat dalen. En daarmee kunnen we concluderen dat de stijging omhoog inderdaad de terugtest is geweest, dat deze succesvol is verlopen en dat de koers nu onder druk kan komen te liggen. Niet alleen de grafiek zelf geeft aanleiding om dat te veronderstellen, ook de onderafgebeelde RSI. U ziet dat ik in de grafiek van de RSI een horizontale trendlijn heb getekend. En die horizontale trendlijn ligt onder de overboldlijn. En u ziet dat in de hele stijging vanaf midden dit jaar de RSI niet één keer in staat is geweest om boven de overboldlijn uit te komen. Dat is een teken van zwakte. Helemaal als we gaan inzoomen naar het laatste stukje van die RSI, dan zien we dat met die terugtest waar we het net over gehad hebben, dat de RSI niet eens meer in de buurt kwam van die weerstandlijn. En ik heb daarom ook een rode pijl in de grafiek getekend van de RSI. Al met al denken wij dat de koek voor Wolters Kluwer even op is en dat we na de schitterende performance van Wolters Kluwers nu reden zien om het aandeel op hol te zetten, omdat we aan de vooravond staan van een correctieve beweging die de koers onder druk kan komen te zetten. Dus winsten van de tafel halen en neutraal tot lager voor Wolters Kluwer. Kijken we naar branchegenoot Elsevier, dan zien we eigenlijk eenzelfde situatie. Alleen Elsevier loopt nog een klein stapje achter. Ook Elsevier heeft een stijgende beweging laten zien. Alleen die stijgende beweging die is al een paar weken overgegaan in een meer horizontaal koersverloop. En hier zien we dat naar de cijfers toe en ook vanochtend de koers eigenlijk worstelt met de horizontale weerstandlijn. U ziet hier ook dat de stijgende diagonaal stijgende trendlijn doorbroken is. En net zoals dat we net zeiden bij Wolters Kluwer, dat de huidige opleving niets anders is dan een terugtest, zo'nzelfde verhaal zien we hier ook bij Elsevier. Ook voor Elsevier hebben wij op dit moment een neutrale tot terughoudende visie. Ook hier ziet u weer dat de RSI weliswaar in het verleden overboord is geraakt, maar nu we weer op die hoogste koersen van het afgelopen half jaar staan, zien we dat de RSI duidelijk achterblijft en duidelijk onder de overboordlijn ligt. Vanuit de theorie is dat een zwak teken. Dus de hoek waar de uitgevers zitten is op dit moment vanuit technisch oogpunt absoluut geen hoek waar u in belegd wilt zijn.